De 54-jarige man uit Schagen die maandag werd aangehouden op een schip in Spanje is hoogstwaarschijnlijk Rob G. Dat melden meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar aan NH Nieuws. G blijkt de speel in een internationale misdaadorganisatie die zich bezighield met cocaïnehandel, dubieuze vastgoedtransacties en witwaspraktijken. Bij invallen heeft justitie beslag gelegd op 38 panden waar G zakelijk mee te maken had. In deze villa achter mij in Wieringenwerf heeft G jarenlang gewoond. Hij bezat meerdere panden in deze chique villawijk. Veel buren kennen hem, maar willen niet op camera over hem vertellen. Buiten beeld doen ze dat wel. Zo vertelde een buurvrouw dat ze hem als een aardige man beschouwde, die vaak op vakantie ging naar Spanje met zijn jacht, maar wat hij daar deed, wist ze niet. Een andere buurman vertelde dat hij aan de lopende band vrouwen had. En de vrouw die nu het pand huurt van G, waar hij jarenlang heeft gewoond, schrok erg van het verhaal. Ze vroeg zich vooral af, wat gaat er nu met mijn huis gebeuren? Door speurwerk van onze redactie zijn we erachter gekomen dat G enorm veel bedrijfjes, winkels en BV's heeft gehad. En veel daarvan zijn failliet gegaan. Bij zijn aanhouding in Spanje op een schip is 300 kilo cocaïne gevonden met een straatwaarde van 18 miljoen. Maar niet alleen dat, ook 82.000 euro cash, 5 kilo goud, een Harley Davidson en meerdere dure horloges. G werd maandag op het Spaanse eiland Palma de Mallorca aangehouden en zit nu in voorarrest. Wat het vervolg van de zaak is nog niet bekend.